Heel groot feest in de Belgische politiek. De CD&V, de Christelijke Volkspartij, is 60 jaar jong. Dat gaan we vieren. En ik vraag me ook af, hoe ziet iedereen eruit over 60 jaar? Deze man hebben we over 60 jaar niet meer nodig. Loopt alles geolied? Bij ons toch wel, ja. Loopt alles gesmeerd? Ja, ja. Zeer goed, ja. Nergens een kraakje? Nee. Altijd goed, ja. Ik hoor het nogal kraken eigenlijk. Ja? Ja? Om de 60 begint dat misschien. Hoe zou u eruit zien over 60 jaar? Nog witter als nu en misschien gekrompen. Nog? Nee. Ja? Zouden wij over 60 jaar nog altijd hetzelfde gekleed rondlopen? Dat vraag ik me af. Dan ben ik vast van overtuigd dat dat niet het geval zal zijn. Nee? Uw kleren zullen vol chips zitten en vol alle soorten mechaniek, zodat uw kleren al een communicatiemiddel zullen zijn. Het zal ja? totaal anders zijn. Is het waar? Daar ben ik van overtuigd, dat is trouwens al bezig. En hoe ziet dat er dan uit? Geen maatpakken meer? Oh, dat zullen alle pakken zijn dat je wilt, maar daar zullen alle soorten chips in zitten. Als je in het wasmachine zit, zal de machine weten wat het moet doen. Als je wilt communiceren, dan zullen we gewoon zo doen. Dus dat zal... Is het waar? Ja, dat ben ik van overtuigd. Dus dat is al wel in de sterren geschreven. De sfeer zit erin. Ja, ja. De sfeer zit erin. De winning mood. We zijn in de winning mood. Is het waar? Wij leveren binnen dit en een paar maanden binnen een jaar de premier. We gaan terug Vlaanderen besturen, België rustig besturen. Op zo'n manier niet, hè? Daarom je ziet er wel heel raar uit vandaag, vind ik. Ik weet het niet. Ik voel mij... Vind je dat ik hier raar uit? Zou de CD&V de partij openen voor buitenaardse wezens? Elke partij heeft altijd een paar buitenaardse wezens al in zijn omgeving. Dus ik denk dat dat het punt niet meer zal zijn. Dus, En wie is dat dan bij de CD&V? Ja. Van welke planeet komt Jean-Luc Dehaene? Ja, Mars. U ziet er fantastisch futuristisch uit ook, hè? Gekleed. Ik doe mijn best. Het is klassevol, hè? Ja, ik probeer mij te verzorgen zodanig dat ik uit een doosje kom. Maar het is ook gedurfd, hè? Het is een beetje gedurfd, hè? Ja, maar dat mag, hè? Dat mag, hè? Ja, dat mag. Ja. Ik heb dat altijd geleerd van mijn moeder. Mijn moeder heeft altijd tegen mij gezegd, je moet heel strak in de lijn lopen, maar toch van tijd tot tijd een beetje durven. Vooral, ik vind dat een heel mooie one-liner, want u ziet er echt futuristisch uit. Bedankt. Hoe zou u eruit zien over 60 jaar? Rekening houden met alle wetenschap en stel dat we 300 jaar worden. Geen ziekte. Hoe zou u er over 60 jaar uitzien? Dus ik zou geen fysische problemen. Nee. Geen enkel. Geen enkel. Geen enkele ziekte? Dan zou ik geëvalueerd zijn tot een soort spiritueel wezen. Is het waar? En hoe ziet u dat? Door een enorm conceptievermogen van ideeën, van uitdrukking daarvan. Daarover schrijven, daarover expressie geven op een andere manier. Ja. Ik zou dus vergeesteren. Waar? Natuurlijk. En u bent al zo'n grote geest. Waar zouden we nu willen zijn? Thuis. Voilà, we gaan nu naar de zee. Succes, hè. En u vindt de weg?